Max de Plakkers hebben Louie en Appie, of heeft Louie en Appie, boos gemaakt. Nu willen ze me allebei dood hebben. Want als ik mijn vinger in je neus steek. Dat zou ik niet doen als ik jou was, dan lig je hier meteen op de grond. Oh. Nee, oh, niet doen. Oh, oh, oh. Jongen, je kan toch gewoon een beetje rustig aan doen? Nee jongen, niet met hem. Hoezo niet joh, dat is toch gewoon... Ik ga nu per direct van het dam, jongen. Hoezo? Kom. Hij is boos, hè? Oh. Oh, ik haat achtervolgingen. Ik vind het echt vreselijk. Louie, dit is je moment om het te helpen. Laat maar alsjeblieft instappen, we praten het uit. Staan blijven. Ah, Louie. Meneer. Dat is niet echt slim, hè, dit. Nee, joh, maar vind je het gek met die gasten daar? Weet je wie dat zijn? Ja. Nee. Dit vind jij mooi, hè, natuurlijk, dit. Nee. Maar het was echt geroepstem, sorry. Maar we willen dan even afspreken om het goed te maken. Kom je wel alleen, want ik ken het. Je kan ook mannetjes meenemen en steken of doodschieten. Ik kom alleen. Ga je echt niet dan verminken of zo? Echt niet? Nee, serieus niet. 30 minuten, een half uur in de gevangenis. En daarna gaan we met Louie afspreken. Hey! Leuk dat je er bent. We zijn vandaag hier, leuk, inderdaad, weer in Jeroenveen. En hey, de vorige episode zaten we vast, maar hey, deze episode zijn we vrij. Dus het eerste wat we gaan doen is een auto stelen. Wat niet kan, maar ik kan vragen of een grote vriend Louie of zo mij op wil halen. Want zoals jullie weten, als je de vorige episode heeft gezien, hij wil het goed maken. Ik kan wel eens wat WhatsApp berichtjes laten zien die ik zojuist met hem heb gehad. Hij zei, als je nog één keer bij me in de buurt komt, dan ben je de lul. Een kwartier later, of laten we zeggen 10 minuutjes later, belde hij me dat hij het allemaal niet meende en dat het groepsdruk was. En dat hij het goed wil maken en we af wil spreken. Dus ik zeg afspreken rond 7:30, vertrouw er niks van, maar we spreken wel even af. Ik vertrouw het niet. De alarm gaat trouwens af hier, wat vervelend. Ik word helemaal doof. Oké, jongens, hij zei dat hij even boodschappen moet doen en weet ik van wat, dus we gaan even iemand anders bellen. En wie beter te bellen dan mijn goede vriend opa Gerard. Met Piet. Goedemiddag Willem, hoe is het? Ja, goed, hoe is het met jou? Ja, helemaal top. Hé, kan je me ophalen? Is goed, maar ik moet er zo wel even vandoor eigenlijk. Ik sta bij de gevangenis. Jezus joh. Oké, I'm on my way. Oké, tot zo. Joehoe. Waarom zat jij gisteren in de gevangenis? Bezoeken, sightseeing. Zo, er komt even iemand voorbij scheuren. Oh, die crap. Hé, hey, maak het. Ben jij het? Ja, een mooie auto, hè. Hoe kom jij zo'n auto? Huh? Gekocht. En wat zie je er netjes... Wacht, stap eens uit. Wacht even. Wat zie jij er netjes uit en wat loop je recht? Maar recht is wat anders. Nou, je loopt nog best recht, hoor. Zo, wat zie je er ineens netjes uit? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Goed, hè? Zo, dat ziet er heel netjes uit ineens. Maar ik heb wel haast, dus... Oké, prima. We gaan. Had je niet verwacht, hè? Dat je in één keer zo'n auto aan kwam rijden. Oh, nee, joh, wij... Alarm. Ja, dat ging van het gevangenis ging af. Ik denk, wat kom jij in zo'n auto, joh? We deden vorige week nog een overvalletje samen. Je woont in een caravan die helemaal uit elkaar valt. Die is verkocht. Die is verkocht. Oh, zo ben je aan dit geld gekomen. Ja. Wauw, ja, 75.000 euro voor die caravan. Ik heb zo'n gevoel dat het een beetje moeilijk wordt. Oh, met benzine. Nou. Ik ben er straks weer. Nou, ik zie je zo, Gerard, rijke stinkert. Wat een rijke stinkert is dat ineens ook, hè? Nou, moeten we de Bentley maar weer ophalen. Die zou sowieso weer naar de inpoud zijn gestuurd. Na het feit dat ik 30 maanden in de gevangenis heb gezeten. 30 minuten. Hij is gewoon leeg. Ik krijg hem gewoon leeg uit de inpoud. Dat meen je niet. Dan moet ik de ANWB bellen. Ik weet het niet zeker trouwens, maar volgens mij kan je ook ergens jerrycans kopen. Dus ik weet niet of je mee wil rijden. Reageert de ANWB meestal als ze komen? Ja, ik heb er zelf ook gewerkt. Ik reageer meestal wel, maar... Oké. Weet je waar... Is dat in de buurt, waar je dingen kan kopen? Het kan bij de bouwmarkt. Even kijken waar de dichtbijzijn is. Oh, die is hier heel dicht in de buurt. Ik word in de tussentijd gebeld door een random nummer. Ik heb geen zin om op te nemen. Ik word gebeld door een onbekend nummer. Laat me even kijken. Hallo, uw tank is leeg. Oh, u bent van de ANWB. Tuurlijk ben ik van de ANWB. Wie belt u anders? Ja, weet ik veel. Hey, klopt. Ik sta bij de impound. Ik ben zojuist even weggereden met iemand anders om een jerrycan te halen. Maar het is een Bentley waar het om gaat. Hij staat daar gewoon. Zit Femke Louise erin of niet? Nee. Gelukkig niet. Oké, beter. Bouwmarktgereedschappen. Benzine jerrycan. Daar gaan we. Je hebt niet genoeg geld. Maar waarom is een jerrycan ook 650 euro? Deze stad slaat 650? Die stad slaat nergens op. Je moet 650 euro betalen voor een jerrycan. En voor een zaklamp ook 800 euro. Hoeveel heeft u bij? 250. Ja, ik heb ook wel 132, dus we kunnen geen jerrycan kopen van 600 euro. Nee, jezus, hè, maar de ANWB komt eraan. Alsnog bedankt voor het afzetten van. Geen probleem. Maar jezus, hè, wat duur. Hey, dankjewel voor het afzetten. Ik ga lekker wachten op de ANWB. En fijne dag. Zelfde. Joejoe. Oké, we kregen in tussentijd een appje van Louie. Als je locatie stuurt, dan kom ik je ophalen. Locatie. Zo. Weet je wat, haal me hier maar op, Louie.
Loey Spagoey. Nou, we zijn maar even aan het wachten op Loey, hè? Dat hij er is. Ik ben benieuwd of het echt legit veilig gaat zijn. En dat hij alleen komt en dat hij het echt uit wil praten. Of dat hij me daadwerkelijk iets aan wil gaan doen. Maar volgens mij zullen we hem hier hebben. Hey! Goedendag. Hey, de ANWB die komt eraan. Voor mijn auto. Dus ik weet niet of je nog echt een minuutje hebt om hier heel even te wachten. Ja, ik heb nog een minuutje. Oké, top. Ik ga even komen. Oh, daar heb je zo. Kijk, daar heb je hem al. Ik ga even parkeren. Ja, top. Oké, Loey is er. Hij klinkt vriendelijk. Hier hebben we meer ANWB. Met zijn Femke Louise. Hij heeft paars haar, dus ik niet dat ik die tegen heb, maar we gaan het zien. Goeiedag, meneer. Goeiedag. Kijk, daar staat hij. Zonder benzine. De ANWB er is vol aan het tanken, jongens. Oh, hij is volgens mij klaar, of niet? Ja, die is voor ongeveer de helft vol. Top, dankjewel. Heb je misschien nog een foutje voor me? Serieus? Je rijdt een Bentley. Dan ga je niet zeggen dat je geen zin hebt. Ik heb wel een foutje voor. Ik vind het prima. Dat je dat durft te vragen, zeg. Ik word zwaar onderbetaald. Ik moet toch hier, wat... tientje. Doe er maar wat leuks mee. Een fijne dag, meneer. Hoe... Zo, dat is even... Nou, een tijdje geleden wil ik ook niet zeggen, maar... Hoe is het? Goed aan mij, hoor. Ja, net uit de gevangenis, hè? Je had het allemaal meegemaakt. Oh, ja, ja. Je hebt het allemaal meegemaakt. Groepstuk. Ja, groepstuk. Hoe bedoel je groepstuk? Ja, mijn vrienden. Maar goed, Oké. Okay. Nam een appartementje. En er is ook een zwembad bij, dus... Een zwembad? Ja. Zo, morgen ben ik heel benieuwd. Ja. Ik heb helemaal niks van jou op de stoplicht te wachten. Ja, want ik ben een beter man geworden. Je bent een beter man geworden? Ja. Ik ben gezegend door God. Je bent gezegend. Wanneer? In die 10 minuten dat ik jou niet gezien had sinds dat je weg nog gevangenisstraf toewenste? Ja, ik heb iemand tegengekomen en dan... Je was iemand tegengekomen? Je komt soms dingen tegen en dacht van, dat is verkeerd. En zo, Toen las ik een boek van de Bijbel en... Nee, een boek van de Bijbel. Ja, de Bijbel. Oké. Ik vertrouw er helemaal niks van, jongens. Oh, wat erg. Ik denk gewoon, ja, hij klinkt zo kalm of zo. Maar dat, ineens is dat gewoon, want hij was net toch boos op me. Dus ik weet niet wat ik hiervan moet denken, jongens. We gaan zien of hij me daadwerkelijk even uit wil praten. Maar dat kon hij ook in de auto doen, weet je. Hij kon het ook uitpraten in de auto. Dus ik denk dat ik gewoon daadwerkelijk te klos ben nu. Ga ik dood? Ik denk dat ik gewoon dood ga. Ik denk dat het gewoon mijn einde is hier, helaas. Dat gewoon einde aanwezig is. Ik ben benieuwd, je zei dat het een zwembad had. Ja, sowieso. Oké, blijkbaar is het hier. Oké. Tot zover kan ik dit vertrouwen allemaal. Nou, er zit serieus een zwembad. Zo. Ja, daar heb je de volgende auto. Daar heb je zo. Uitstappen! Mag je handen omhoog doen en eruit komen. Waar is dit? Uitstappen! Waar is dit? Nee, serieus. Wat is dit? Hey, doe je... sloten erop houden. Uitstappen. Hey, ik kan je kras wel betalen, Loey. Oh. Uitstappen, jongens. Niet duidelijk. Waar is dit? Stop maar uit, denk ik. Goed, ik pak zijn communicatie af. Ja, top. Ik heb een mobieltje mee niet, hoor, maar... Nee, die heb ik nu. Top. Ja, dat bedoel ik. Ja, hier, met mij mee. Je loopt rustig naar achter. Die Max, kom met mij mee. Oké, nou prima, dan gaan we. Iemand, die andere bestuurder. Ja, die Max is mee, kom hier. Ik ben met jou mee. Help. Ja, help. Hup, mee kom jij. Back, dik. Hey, geen gekke dingen proberen, hè. Jerry. Oh, daar gaan we. Hey, wat is dit? Wat gaan we doen eigenlijk? Lopen. Geen vragen stellen, gewoon volgen. Instappen, boys. Go. Instappen? Ja, instappen. Instappen. Ja, hey, rustig. Jullie zeggen rustig meelopen. Ik moet instappen. Om niet rennen hier. Rustig aan, joh. Hè? Oké, go. Jullie hebben ook geen geduld. Gas. Hey, ik krijg mijn handen niet meer naar beneden, jongens. Ja, dat is heel kut. Wat gaan we doen? Even kijken, we gaan naar de energiecentrale rechts. Een energiecentrale? Ja, doe de auto maar op slot. De auto zit op slot. Even niet. Vertrouw niet, jongens, dit heeft Loey geregeld. Hij doet alsof. Loey faked hem hier. Wie fuck was die bestuurder, man? Rij richting de grote bank, boys. Maar dat was Jerry. Jerry zou dat niet doen. Jerry is een man van. Grote bank is te opvallend. Dan kunnen ze me zien. Dan kunnen ze me gewoon zien dat ik daar ben. Ik kan de politie niet bellen. Ze hebben mijn mobiel afgenomen, jongens. Als er een boot staat, dan je bent niet ontvoerd, hè? Dat is vrij duidelijk, hè? Ik ben niet ontvoerd. Jij bent niet ontvoerd. Waarom ben ik dan mee? En rij naar de bank onder de grote bank, weet je wel? Er zit er eentje onder. Als je mond op het trekt, dan zetten we een politie achter voor je en dan duw je er gewoon uit. Ja, dan ben je de lul. Ik mag gewoon niks zeggen. Gewoon geen woord zeggen. Je bent niet ontvoerd, je mag gerust wat zeggen. Maar als je iets tipt dat je ontvoerd bent, dan ben je gewoon de lul. Nee, oké. Prima, ik zal niks zeggen als er politieagenten zijn. Dat is niet de grote bank. Nee, maar ze zitten al achter ons. Hé, maar heeft Loey dit geregeld? Wie de fuck is Loey? Wie is Loey? Loey zit in de andere auto, die pakken we ook. Wie is Loey? Oh, dat is de bestuurder. Loey zit in onze andere auto. Ja. Hey, kijk,
Jongens, hier vertrouw ik niet zoveel van. Ik word gewoon lekker ontvoerd hier. Ja, maar Jezus. We gaan zorgen dat die agent ons niet volgen en dat is gewoon goed. We gaan het zien. We gaan het zien. Juist, mooi. Maar wat willen jullie überhaupt? Dat komt straks wel te pas, ja. Oké. Laat me gewoon lekker zitten. Maar ja, ik heb niet zoveel keuze, denk ik. Nee. Nee, veel keuze heb je niet, nee. Nee, die is helaas niet aanwezig. Maar Louis, die zit er ook bij. En Louis, die hebben we meegepakt blijkbaar. Als het de bestuurder van jou was, dan is hij nou mee, ja. Oké. Ja, dit heeft Louis geregeld, jongens. Ik ga dood. Eigenlijk niet. Ik ga gewoon dood. Het is gewoon een ontvoering voor vermoord. Het heeft geen verdere reden. Ja, het feit dat Louis boos op me is, maar dit heeft Louis geregeld. Jerry zat erbij. Ja, ik hoorde Jerry's stem. Ik herkende het. Dus ik ben gewoon echt de klos. Wat gaan we er helemaal doen? Hier gaan ze geen overval of gijzeling doen. Veel mensen komen er toch niet. Dit heeft echt alleen te maken met het feit dat ze me gaan vermoorden. Hier ergens achter en dan is het goed. Nou, daar zijn we. Zet je hier ergens achter, dan heb je minder last van die mensen. Nou, kijk, hier mensen komen hoor. Ja, nee, niet veel. Maar... Ik denk dat het allemaal leuk van Louis komt dit. Jij stapt niet uit totdat ik het zeg. Ik stap niet uit tot jij het zegt. Doen we niet. De auto. Ja, kom eruit de auto. Kom, te snel, kom. Rustig naar voren. Ja, daar gaan we. Handen omhoog, okay, of... Ja, handen omhoog tegen de muur. Hey, geen bejaarde volgens mij. Jerry. Nee, niet te veel vragen stellen. Niet te veel vragen stellen. Jerry, dat ga je toch niet doen? Hou je bek. Hou je bek. Nou, zeg het eens, heren. Ik denk dat hij meneer gaat zeker. Kijk, hij heeft een mes. Ja, je moest mijn man niet naaien, laat het zo zeggen. Nee, ik had het al door hoor, dat het van jou kwam dit. Oké, okay, iedereen even iets afstand nemen? Ik had het door. Je gaat steken. See you later, alligator. Ja, dan gaan we. Spijt me jongens. Hey, waar is Jerry? Jerry? Oh, jij gaat het ook echt doen, hè Jerry? Nee, Jerry, dat kan jij niet maken. Dat kan je niet maken, Jerry. Jij niet. Kijk, Louie oké, maar Jerry. Tot de volgende keer. Dat kan je niet maken. Ah. Oh.